We groeien en bloeien als nooit tevoren. Ede, waar voedsel en Veluwe samenkomen. Een dierbare plek met een duurzame en dynamische toekomst. Food Valley als regio en Ede als gemeente zijn aantrekkelijk om te wonen, werken en recreëren. De centrale ligging, prachtige natuur, goede OV-verbindingen en autowegen maken dat veel mensen zich hier willen vestigen. De druk op de woningmarkt is groot. Ede is in trek. Kijk maar eens hoe snel dit gaat. In 1960 had onze gemeente 55.000 inwoners. Vandaag ruim 119.000. Een enorme groei. Om te kunnen voldoen aan de vraag verwachten we de komende 20 jaar zo'n 10.000 tot 15.000 woningen te moeten bijbouwen. We bouwen een prachtig nieuw milieuvriendelijk NS-station dat perfect aansluit bij het World Food Center gebied. Ook opent de WFC Experience hier straks haar deuren. Daarnaast creëren we een culturele hotspot met het Acousticum, diverse ateliers en het nog te ontwikkelen moderne museum Artbase Ede. Een leefomgeving die uitdaagt om gezond te leven. Tegelijkertijd staat de Edese natuur onder druk door milieuvervuiling, de toenemende droogte en recreatieve drukte. We versterken daarom de biodiversiteit, het groen, het landschap en spelen in op klimaatverandering. We koesteren wat we hebben, maar we werken ook aan wat nodig is om Ede en de regio te versterken. Onze agrarische sector is onze kracht en speelt een belangrijke rol in het produceren van voedsel en het innoveren op voedselgebied. Om deze kracht te blijven benutten, stimuleren we de transitie naar circulaire en natuurinclusieve landbouw met een duurzaam toekomstperspectief, waarbij lokaal voedsel een belangrijk speerpunt is. Ede is een sociale gemeente in groei die een schaalsprong maakt. Door innovatieve combinaties kunnen we realiseren wat anders niet mogelijk is. We maken nu de plannen voor straks, zodat we nooit te laat zijn. We gaan partnerschappen aan om meer te kunnen doen dan wij als gemeente alleen kunnen. Om de omvang en versnelling te realiseren die nodig is. Ede, een partner om in te investeren.